is vandaag maandag voor mij en ik ben vrij. Ik heb nog één extra dagje vakantie gekregen. Wat natuurlijk hartstikke lief en hartstikke leuk en vrolijk. En ik ben helemaal blij mee. Maar dat betekent dat ik morgen natuurlijk wel naar school moet. Maar voor vandaag, het is 9:30 geweest. Mocht je denken, wie heb je als achtergrond? Dit is Jack Duff van de band Roadtrip. Ik vond het gewoon een leuke foto van hem. Dus ik denk, ik doe hem lekker als achtergrond. Waarschijnlijk is dat over 2 uur weer veranderd, maar goed. Ik ben net wakker geworden. Of nou ja, ik ben net een half uurtje wakker. Mijn moeder heeft me wakker gemaakt omdat ze hier aan de straat de komende 2 maanden bezig gaan zijn. De hele straat is voor 2 maanden afgezet in verband met de bomen die wij op het begin van de straat hebben staan. Die gaan er allemaal uitgehaald worden. Dat is echt een behoorlijke klus, want er zitten ook heel veel wortels onder. Omdat de tegels zijn echt helemaal omhoog gekomen en zo. Dus echt veel te veel gedoe. Dus het is echt een hele lange rij met, ik denk serieus wel, 15, 20 bomen die echt weggehaald moeten worden. Dus het wordt de komende maand gedaan. Alleen de straat is nu afgezet, dus alles gaat door onze achterkant heen. Dus dat is wel irritant. Hoe de bus rijdt weet ik ook niet. Die kan hier ook niet meer door. Dus volgens mij rijdt hij ook al ergens achterlangs. Ik heb geen idee. Maar dat ga ik vandaag even kijken. Want ik denk dat ik vandaag de bus ga pakken richting huis. Want ik moet vandaag eventjes naar het centrum toe. Om voor een nieuwe agenda te kijken. Voor een nieuwe map te kijken. Voor een paar schriften te kijken. En ik had nog iets. Maar dat ben ik even vergeten. Maar ik had gelukkig een lijstje gemaakt. Dus dat komt goed. Dus dat moet ik vandaag even gaan doen. En verder rest heb ik net een kopje koffie gezet. In mijn Wakey Wakey Rise and Shine mok. Super chill. En ik kan hem al gewoon gelijk drinken. Want het is koffie. En ik heb er normale melk bij gedaan. Ik ben er sinds kort een beetje achter dat ik normale melk lekkerder vind dan koffiemelk. Dus ik heb lekker normale koude melk in mijn koffie zitten. Dus dat vind ik wel iets lekkerder. Ik kan nog niet echt. Ja, heel soms kan ik het wel aan om zwarte bak koffie naar binnen te gooien 's morgens. Maar in zo'n geval als vandaag die gewoon heel relaxed opstaat, dan trek ik dat toch niet. Ik ga mijn bed opmaken. Dat ga ik zo doen. Ik ga even wat YouTube video's opzetten op de achtergrond. En verder rest ga ik de vogelkooi hiernaast even schoonmaken. Maar dan ga ik niet filmen. En daarna zie ik jullie gewoon weer terug. Als ik aangekleed ben en helemaal klaar ben. Dus ja, let's go. Goed, ik ben helemaal klaar. Mijn bed is opgemaakt. Ik heb lekker schoongemaakt. Alles is helemaal netjes. Oh jongens, ik ben helemaal ready. Ze zijn druk bezig in de straat. Er rijdt van alles in en aan. Ik ben in ieder geval klaar. Make-up is gedaan. Ik dacht, ik ga gewoon vandaag. Mijn haar wil hier niet echt mee werken. Ik dacht, ik ga vandaag gewoon lekker voor full face. Why not? Gewoon dat kan. Wenkbrauwen, foundation, alles zit op. Aankleed. Ik heb dit blauwe shirtje aan. Volgens mij komt deze bij de H&M vandaan. Nee, C&A komt deze vandaan. Zwarte broek. Die is echt wel oud. Geen idee waar die vandaan komt. En deze schoenen van de Van Haren. Ik ga mijn tas pakken. Ga mijn jas pakken. En dan ga ik naar de winkels. En dan ga ik hopelijk slagen voor een agenda en al die andere dingen die ik nodig heb. Ik hoop het. Oh. En ik moet mijn bril nog op doen. Laten we dat maar gelijk doen, want anders vergeet ik dat. Voor ik de deur ga, moet ik natuurlijk nog wel even wat eten. Dus dat gaan we zo maar even doen. Ik heb American filet speciaal. Dus dat is met ei, mayonaise en uitjes. Je kan het er klaar kopen tegenwoordig, dat wist ik helemaal niet. Maar het is zo lekker. Het is echt een aanrader. Het is wel iets duurder. Maar het is zo lekker. Ik heb even lekker een broodje in de oven gedaan. Lekker bruin overbolletje. Die ga ik zo even lekker gauw eten. En dan ga ik daarna gauw naar de winkels. En kijken of ik hier überhaupt de straat uit kan komen. Want dat vraag ik me nog wel af. Het is nog een uitdaging. Goed, ik loop inmiddels buiten. Het is kouder dan ik had verwacht. Want wel. Het was behoorlijk, echt behoorlijk wat chaos. Maar het is gelukt, ik ben buiten. Net op tijd. In de metro. Metro gaat zo rijden. 2 haltes eruit lopen. En dan vervolgens naar de HEMA en weer terug. Super snel. Maar ik moet het wel halen, want anders ben ik morgen echt te pineut. Ik ben weer thuis en ik ben echt heel erg goed geslaagd. Ik heb dit zwarte schriftje gehaald, want ik heb natuurlijk over
iets minder dan een maand heb ik stage. En dan moet ik weer een dagboekje gaan bouwen. En ik had dus nog geen schriften daarvoor. Dus die heb ik nu wel. Dus gewoon een normaal zwart schriftje met gewone lijntjes erin. Dus die heb ik gelukkig kunnen scoren. En gewoon een fijn klein schriftje. Ik heb grote schriftjes kunnen scoren met lijntjes erin. Die had ik ook nodig voor school nu momenteel. Dus dat is ook gewoon heel fijn. Ik heb dit kleine schriftjes kunnen scoren. En dit is gewoon eigenlijk een to-do schriftje voor mezelf. Die ik gewoon lekker hier op mijn bureau neerleg. En als er dan wat is of zo. Of ik moet even iets opschrijven. Dan kan ik dit gewoon lekker pakken. Dus die. Dan heb ik natuurlijk niet te vergeten de agenda. Want daar ging het natuurlijk in eerste instantie om. Ik heb gekozen voor deze agenda. Dit is eigenlijk gewoon een hele grote planner. En ik vond het wel heel erg fijn. Want deze agenda. Ik ga het jullie even laten zien. Ik heb er al wat dingen ingeschreven. Deze agenda heeft dus eigenlijk gewoon in weken. Maar die heeft van die lange dingen. En niet zo'n kleine agenda met van die vierkante vakjes. Want daar kan je gewoon bijna niks inzetten. Dus ik ben al druk aan het plannen geweest. Zoals je ziet in mijn agenda. Dus ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik moet nog even een paar dingen voorbereiden en doen voor school. Want ik heb morgen natuurlijk gewoon school. Dus dat ga ik nu even doen. En als ik daarmee klaar ben, dan... Oh, en ik heb trouwens nog een map. Want we moesten voor stage moeten we natuurlijk weer een map bij gaan houden. Die heb ik natuurlijk al gehad. En die heb ik gewoon nog steeds. Maar die map is van plastic. Dus die map die buigt continu. En ik dacht, ik wil gewoon een harde map. Dus ik heb deze gekocht. Ik vond het ook een superleuk patroon. En hij is niet saai en hij valt best wel op. En dat vond ik ook wel belangrijk met een stage map. Dus ja, dus die heb ik ook gelukkig. Dus daar ben ik blij mee. Maar dat moet ik morgen doen, want mijn stage map ligt dus in mijn kluisje op school. En daar heb ik nu niet zo heel veel aan, want ik heb geen school vandaag. En we moesten morgen alles af hebben meenemen. Maar ja, ik heb toch alles al klaar van mijn vorige stage. Dus dat heeft voor mij niet heel veel zin. Dus ja, in ieder geval heb ik die ook. Dus ik ga even mijn agenda verder bijplannen. En dan gaan we kijken wat deze dag gaat brengen. Ik zie nog wat wasgoed liggen op mijn bed. Dus dat kan ik misschien zo ook even opvouwen voor mijn moeder. En dan gaan we kijken wat de rest van de dag gaat brengen. Ik moet straks ook naar de fysio. Dat is pas om 4:10. Dus het duurt nog wel eventjes. We leven nu bijna 1 uur. Dus het is nog best hartstikke vroeg. Oh, nou, terwijl ik hier lekker aan het werk ben, heb ik visite. Rio zat in die andere kamer zo te gillen en dat vond ik zo zielig. Dus ik heb lekker eten en drinken in de bakjes gedaan en de boom naar mijn kamer gehaald. Puppypads op de grond gelegd. En zo blijft mijn grond schoon. En heeft Rio gezellig aanspraak. En ik ook trouwens, terwijl ik lekker bezig ben. Goedemorgen, ik ben helemaal klaar. Ik ben aangekleed, ik ben gemake-upt, ik heb lekker gedoucht vanmorgen. Ik ben helemaal ready, tas is helemaal ingepakt. Die staat daar. Helemaal toppie. Mijn haar wil enigszins, enig niet. Dus we dealen er maar een beetje mee vandaag. De tas is bomvol ingepakt. Ik heb ontzettend veel nodig. En mijn laptop zit er nog niet eens in. Want die moet ik er dus nog in doen. Ik moet mijn make-up tas ook nog even opruimen. Ga ik dat gelijk doen, want anders vergeet ik dat. Het is heel erg warm. De kachel heeft schijnbaar vannacht of vanmorgen vroeg aangestaan. Dus ik werd wakker. Helemaal zwetend. Het is super heet in mijn kamer. Maar ja. Helaas, dat kunnen we niks aan veranderen momenteel. Ik heb mijn raam een klein stukje opengezet. En hopen dat de warmte een klein beetje verdwijnt. Dat is niet normaal hier. Ja jongens, ik ga mijn tas inpakken. En dan ga ik naar beneden. Even gauw wat eten maken. Wat koffie drinken. En dan ga ik naar school toe. En ik neem jullie mee. Maar of ik wat kan filmen vandaag, dat is nog maar de vraag. Dus misschien zie ik jullie vanmiddag als ik thuis ben. Goed. Er is stress. Ik ben thuis, maar de bomen worden gekapt en ook de boom naast ons huis. Dus, ik ga naar buiten en ik ga vastleggen hoe de bomen worden weggehaald. Jippie, sluit in mijn zak.
mijn hoesje is vandaag binnengekomen waar ik super blij mee ben. Ik heb gewoon nu alleen de blauwe versie. Dit is hoesje. Hij is mega groot, maar dan komt dat mijn telefoon ook zo groot is. En zoals ik natuurlijk het met de grijze hoesje al had, is dit gewoon magnetisch en kan dus dat gewoon op dat hoesje gezet worden. Ik ben er super, super blij mee. Het is inmiddels 4:15. Ik ben net terug van de huisarts. Ik ben vandaag even naar de huisarts geweest. Ik weet niet of ik dat vanmorgen verteld heb. Maar ik moest even naar de huisarts voor een aantal dingen. En ik heb behoorlijk wat pillen en dingen weer meegekregen. Zou het geen goed idee zijn? Mijn moeder is nu niet thuis, zeg maar. Ze leeft bij de fysio. Is het geen goed idee? Nu gewoon even lief voor haar de keuken op te ruimen. Nou is het niet zo'n hele zooi, dus het had wat af wat was en zo. Maar de vaatwasser moet bijvoorbeeld ook nog even leeggeramd worden, want die is schoon. Zou ik geen perfecte dochter zijn als ik dat niet even ga doen? Weet je wat? Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon helemaal opruimen. Morning. Het is vandaag woensdag. En ik ben wakker. Het is 6:00 geweest. En ik moet 7:45 de deurpas uit. En dan zou je misschien denken, waarvoor ga je dan 2:00 van tevoren opstaan? Gewoon dat kan. Het lijkt me gewoon goed een keertje om lekker op tijd op te staan. Dan kan ik alles lekker op mijn gemakje doen. Normaal sta ik, drie kwartier van tevoren op. En dan ga ik mijn ding doen. En ik dacht, joh, waarom ga ik nu vandaag niet gewoon een keer lekker op tijd op? Zet ik lekker koffie als ik wakker word? Nou, dat heb ik net al gedaan. En ik ga even mijn laptop openklappen. Even wat mails checken. En even wakker worden. En dan ga ik ondertussen lekker mijn make-up doen. Was klaar, maar ik heb me net even gewassen. Dus ik ga even mijn make-up doen. En dan gaan we zo verder met aankleden en al die andere dingen. Gewoon lekker chill vandaag. Maar wel lekker vroeg. En dat eigenlijk. Kan ik zo meteen op mijn gemak mijn bed opmaken. Alles gewoon op het gemakkie. Maar ik ga nu even gauw make-up doen. Goed, inmiddels ben ik klaar. Eigenlijk doe ik dit allemaal elke ochtend een 30 minuten. Ik word wakker, ik ga naar beneden gelijk, ik ga gelijk op pot koffie zitten. En soms doet mijn vader dat en vandaag even niet. Dus toen moest ik het even zelf doen. Maar dat kost me ongeveer 5 minuutjes en dan is die pot klaar. Ga ik terug naar boven, dan ga ik me wassen en mijn make-up doen. En mijn koffie drinken. Dan is het dus eigenlijk tijd, als ik dan klaar ben, ga ik me aankleden. Vaak lig ik de kleding s'avonds al gewoon helemaal ready, helemaal klaar. Hangt over mijn stoel of het hangt aan mijn kast. Vandaag heb ik trouwens gekozen voor een zwart topje. Een groot oversized sweater. Dit is de merchandise sweater van Miss Montreal. Gewoon lekker chill, lekker. Deze is super warm, dus dat is wel heel, heel fijn. Maar gewoon lekker relaxed vandaag, outfitje. Deze blauwe bewerkte broek. Ik heb alleen nog mijn toffels aan, want mijn schoenen staan dus beneden. Er staan daar wel een paar zwarte schoenen, maar die wilde ik niet aan vandaag. Ik kon mijn Nike's aan en die zijn beneden. Dus die moet ik zo meteen aandoen. En dan is het eigenlijk een kwestie van mijn bed opmaken. Nou, dat is ook al gebeurd. Ik heb mijn tas eventjes ready gemaakt net. En dan staan we 30 minuten verder en dan ben ik eigenlijk al klaar. Dan moet ik nog eten, maar dat doe ik eigenlijk nooit 's morgens. Ik neem vaak iets mee. Maar tegenwoordig eet ik wat muesli met melk. 's morgens. En ik drink vaak nog even een extra kopje koffie. Dus deze bijna op. En dan ga ik zo naar beneden. Het is nu
drie minuten over half. Dus ik ben eigenlijk nog hartstikke op tijd. 7:45 moet ik eigenlijk pas de deur uit. Dus ik ben nog ruim op tijd. Goed, ik ben inmiddels beneden. En het leek me wel leuk om jullie gewoon even een quick overview te geven van wat er nu eigenlijk in mijn tas zit op een echte schoolochtend. Dus let's go, we gaan er even snel doorheen. Dit is dus eigenlijk de tas die ik altijd meeneem. Deze tas komt bij de Primark vandaan, tientje. Ik heb deze ook in het geel en ik vind deze tas zo fijn. Ze zijn zo groot en je kan er gewoon alles in gooien. Dus dit vind ik hele fijne tassen. Ik ga hem even op de grond zetten. Het eerste wat ik eruit haal is mijn fles drinken. Die moet ik natuurlijk zo nog even vullen. Vaak zit er natuurlijk ook boterham in, maar die heb ik nog niet klaargemaakt. Maar die heb ik eigenlijk ook niet bij me op school zelf. Die leg ik in mijn kluisje. Als ik ga eten, dan haal ik ze eruit. Ik heb dit tasje bij me. En dit is eigenlijk een tasje waar ik van alles in heb zitten. Opladers, kabels, lipstick, handgel. Ja, eigenlijk dat soort dingen. Een labello, een spiegeltje, een luchtje, een kleine deo, concealer. En dat was het eigenlijk. maar gewoon een beetje zo'n alles en nog wat tasje. Dat ik hier gewoon alles in kon doen. Dan heb ik natuurlijk oortjes en mijn mobiel en portemonnee. Dit is natuurlijk een portemonnee en hoesje in één. Dus dit is super fijn, dan heb ik gewoon alles bij elkaar. Dan heb ik een busje deo nog los in mijn tas zitten. En mijn etui met eigenlijk allemaal highlighters en pennen en dingen die ik nodig heb op school. Dan heb ik mijn super leuke schattige agenda die net 2 dagen oud is en ik er nu al heel erg blij mee ben. Echt, ik ben zo blij met die agenda. Ik ben zo georganiseerd dit jaar. Ik wil echt alles opschrijven en niks ontgaat me dit keer. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee met deze agenda. Dan heb ik dit plastic mapje. En hier heb ik eigenlijk 2 van in mijn tas. Als we papieren krijgen, kan ik dit gewoon hierin doen en dan raak ik het niet kwijt. En natuurlijk last but not least, mijn laptophoes met natuurlijk mijn Chromebook erin. En hier zit nog een schrift in. Omdat ja, we moeten natuurlijk ook wel aantekeningen maken op school. Dus dat is eigenlijk alles wat in mijn tas zit. Ik ga nu gaan we alles in mijn tas doen. Even drinken vullen. Koffie opdrinken. Ik heb mijn 2e bakje koffie hier. En wachten tot het tijd is om naar school te gaan. Ik heb nog ruim 1 uur de tijd. Dus het is ergens ook wel heel erg fijn om zo vroeg op te staan. Maar dan ben ik ook weer zo heel vroeg klaar. Maar goed, ik ben hier wel blij mee in ieder geval. Maar goed, ik ga niet meer verder filmen. Omdat ik morgen en vrijdag een hele drukke en hectische dag ga hebben, heb ik besloten om een deze morning routine aan toe te voegen. Zodat ik gewoon lekker mijn gemakje kan houden de rest van de week. En ja, dat ik volgende week weer lekker kan starten. Een soort van weekvlog eigenlijk, halve week. Maar ja, ik ben er wel blij mee eigenlijk dat ik het nu zo oplos. Dan heb je toch nog aardig wat kijken. En zo kan ik ook gewoon de rest invullen. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Super dank jullie voor het kijken naar deze morning routine. Ik wil eigenlijk niks meer. Ik ga zo mijn schoenen aandoen. Dan ga ik de deur uit en dan is het klaar. Dan doe ik niks meer. Ik bedank je voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie volgende week zondag om 3 uur weer bij een nieuwe video. Doeg!